vanmiddag ben ik onderweg naar Drachten. Het is lekker weer. Dus ik ga op de fiets. En ik neem de kortste omweg. Gaan we zo meteen met de pont naar de Veenhoop. Ja, voor mij wel even een avontuur. Ik heb een paar weken stilgezeten. En dan ga je er wel vanuit dat de conditie ja, dus zo is. En ik weet dat er ook mensen uit ons dorp zijn. Die iedere avond even een rondje om de Veenhoop fietsen. Nou, ik ben benieuwd wat dit avontuur mij gaat brengen vanmiddag. En welke mensen ik ga ontmoeten. Maar voordat ik op de pont ga, is het eigenlijk wel leuk om even te kijken bij de brug. Wie er op de brug zit. Dit er nog even terug. Sure dan. Kunstig gelijk leer de ene man en de ene oor. Ik ben dankbaar dat het net waard is. Hoe je... Even geluk dat we ook kunnen zien hoe dat gaat vanuit het brugwachtershuisje. Die ga je in een dal, dat plakje heen en dan zien we hoe mooi je de wereld is. Gewoon hier in de panorama. Dus je morgen weer hoe de hele wereld heen. Doe ik echt een Veenhoop pakt mij de hele warren. Maar dat grote ding, dat ik wil bijzonder om even mee te nemen van zijn Brage hier. Dit wil de grootste van Friesland, maar de oude grootste trooi hier beneden. Dus net al de grootste Brage, maar wel met de alderbreedste trofveer. 16 meter trofveer gaat deze Brage. Dat is wel bijzonder, dat is de grootste van heel Friesland. Dat weten de meesten net, maar... Van een week heb ik in een dubbele bak in de Jonkerwander lezen. Het was pond op de Jonkerwander. Nou, die wier had 16 meter. Die ging eerst kant een hele meter hoog. En de man, zoek maar dat even wel, want de meen ken ik al, hè. Die kwamen er heen hier, sleperke erachter. Ik kon amper zien, hoe hier kan 50 centimeter. Maar hij brak met één keer er heen, hij had niks trekken. Nou ja, fuck meisje, hè. Eerst zien we deze kanaal kwijtrijd. Oh, dit is wel een mooi bootje, hè. Het is nog mooi weer dat je met rekken, hè. Dat weer. Ja, maar je dit is mooi werk, hè. Ja, het wordt van de wien al gehad. De wien zullen maar naar die ding. Ja, die al. Ja, sjokste, ja, maar boos al. Ik heb aan de andere kant. Ja. En zal ook er maar staan. Ja, zal ook er meer erheen. Ja. Ja, dit had helemaal niks hoor. We gaan door nog een hele meter, maar dat is een man net. Nee. Een mooie grote jongen. Mooi, hè. Ja, helemaal goed samen doen. Tjoer. Hé? Ik heb hem van aan de andere kant. Ja. We kunnen hem wel broek uitbreken. Ja. Maar de heer de redder al mee. Ja, dit is al een. Dit is ook groot vervoer, hè? Ja, ja. Oh, dit is het maximale wat er hier in kan. Een winter begon. Nou, dan ging ik naar iets, hè? We hadden een beetje winter gehad. Ja. Daar op een gegeven moment komt die rekening in oor, toen mochten we bevaren, want dat had even naar de boel even stil heen. Dan komt hij hier om een grote duwbak. Hij zou hier even dat er hen zo'n ijsbreker mee komen, maar de ijsbreker die weer net, maar die weer gewoon tussen het ijs en de breik in, als een kech, die er tussen vat. Nee, dit weer verscoren hoe verder dat denk je. Hoe is hij eigenlijk terecht gekomen op deze brug? Nou mooi, ik ben hier te wonen gekomen. Ik heb op een gegeven moment een eigen bedrijf gehad dan nog. Hè. En dan ben ik op een gegeven moment door leer wonen er meer. Nou ja, goed. Maar ik wist het niet meer, want ik ben ringen uit. Wie man een paar hier. Dus toen ben ik op een gegeven moment bij de gemeente op een pont gekomen. Daar kon ik te wonen komen. Nou, ik zei, dat is krijgbaar. Dus daar had ik op een gegeven moment de trein hier op een pont zetten. Toen kreeg ik al aan de zomer de jaren, er werd een breiwachter zocht. Want ja, je hebt hier van alles als je hier binnen. Dat ik zei, jongen, nou, ik zei, je niet die baas van huis, wie dezelfde baas die ik ook heb. Ik zei, maar ik daar ik op solliciteren. Maar dat moet hem geen meer draaien over naar die ene die zei het net zitten. Nou, en ik zei, ik moet zitten en je zei, maar ik moet zitten. Dus dat ben ik hier de lange kant, dat ik ben van een pont af hier voortendadelijk op een breiger kan. Dat ik zit nog op een pont en op een breiger, dat wil alleen druk, dat die even zo'n dagen die ik even ervoor. Maar dat gaan we opbreiden en nou ja, zo had ik hier de hele winter zitten en ik had hier ook eens met zin. Dus ik maak wat doen en dat is net volle. Maar ik ga wel net om je te werken. Nou, dan is het goed. Hè? En wat voor bedrijf had je? Heb je? Ja, oude bedrijven, hè? Ja, wat sleutel je heen? Onderhoud bedrijven, ik doe alles, dat ik in Nederland keek. Maar die, daarnaast ben je ook de omroeper. En wie erop ik nog wel even om, hè? Ja, praat ik en ik wel, hè? Ja. Dat is, ja, dat hebben we. Nou ja, dat, helaas, maar de corona kent dat nog net. Hè? Dus, maar de goede tijd komt er weer aan, of niet? Ja, ik heb van goede uur, hè? Dan je hoort de morgen dat virus geen medaille houdt, nou ja, dan ben we er weer klaar voor, hè? Ha, goeie! Mag ik wel meevaren? Ja. Nou is het wel heel toevallig, de pontman ook mijn buurman Menno. Nou en
Ik word door Menno uitgenodigd om even te komen waar hij dan altijd zit te wachten op passagiers. Laten we even meekijken. Nou, we hebben een plattegrond van de oude venen hier. En hier kun je mooi vandaan de boel in de gaten houden. Ja, als bijvoorbeeld mensen op een veenhoop staan, dan kun je ze hier vandaan al zien. Vaak zie je ze bij de brug al aankomen of verderop. En er staat eventueel een bel op de andere kant. Dat is een oud wiel van, van mijn vrachtwagen. Dat kun je met een stalen hamer inslaan. En dan, ja, meestal hoor je hem hier wel. Maar hier is het best uit te houden. Veel vogels, genoeg te zien. Dat, ja, ik heb wel een mindere baan gehad. Ja, dit is de pont nu. En dit is nog een, dit zijn oude foto's van vroeger nog. Hij is gebouwd door gebroeders Akerboom in Oostgeest. Hij is in 1957 in Zaandam in de vaart gekomen. Tot 1982. Toen is hij hierheen gegaan. En 1983 is hij hier in de vaart gekomen. Hier op de bel staat de datum wel. Staat, misschien moet ik het lezen, maar 7 mei 1983. Hier in de vaart gekomen, 38 jaar geleden. Ja. 2,5 minuten is ongeveer de tijd al oversteken. Ja. Als het echt mooi weer is en het niet heel druk, dan doen we vaak wel een beetje langzamer. Dan kunnen mensen foto's maken of ze kijken wat om zich heen. De topdag is meestal op zondag, meestal tussen 2:30 en 4:30. Dat kan heel druk zijn hier. En met scootjes hielen natuurlijk. Je zei net van er zijn slechtere banen mogelijk. Je bent dus heel tevreden over de pont. Dit is mijn mooiste baan die ik ooit gehad heb. Wauw. Ik hoorde het van mijn buurman en die had het van Stuart Bouwsma gehoord. En nou ja, zodoende ben ik er wat achteraan gegaan. Nou ja, Stuart Bouwsma heeft het me... Ja, heel geleerd. Dat was best moeilijk in het begin, viel me tegen. Het ding stuurde ook heel apart. Maar ja, dat ging gelukkig goed. En ja, dit is nu mijn vierde jaar dat ik hier ben. Ja, ik hoop ook tot het eind hier mag blijven. Nou, hebben we net in de kerk gelezen dat het volk van Israël die moest een omweg maken. Nu is een omweg iets dat we allemaal wel eens maken in ons leven. Dat dingen niet zo makkelijk gaan. Heb jij wel eens zoiets meegemaakt dat iets niet makkelijk ging? En daar ook alweer van hebt geleerd? Ja, ik heb echt wel best wel een moeilijke tijd gehad. Dat was vanaf mijn 15e had ik altijd last van winterdepressies. Ik was niet te praten, ik kon nooit op woorden komen. Ik was voor mensenschuw, ik durfde helemaal niks. Nou ja, toen kwam ik ook al in de scheiding terecht. Best een moeilijke tijd geweest. Ja, dan begin je toch wat te zoeken. Je gelooft wel, maar ja, je doet er verder niet zo heel veel mee. Dan denk je, ja, er is maar één die berg kan helpen, dat is dan God, als die bestaat. De Bijbel staat ook, zoek dat gij zult vinden. En ja, dat is ook wel waar. Ik ben een heel stuk in de Spreuken aan het lezen geweest. En ik denk, dit is de waarheid. En God bestaat en ja, ik moet ook Jezus hebben. En voor de eerste keer ben ik ook echt op mijn knieën gegaan. Ik heb mijn zonde beleden. Waar ik ruzie mee had, die heb ik me opgebeld. Ik zag mijn eigen fout ook allemaal wel. Ik heb Jezus aangenomen als mijn redder. En ik denk, dat was echt een hele verandering. Ik was toen in één keer rustig. En nu op de pont, dat is best wel mensenwerk. Ja. Je zei dat je eerst toch moeilijk met mensen praten. Hoe is dat nu? Ik denk, stel je voor, misschien moet ik met mensen praten, gewoon praten. Dat was niks voor mij. Maar ik heb het al overgegeven. Ik denk, ik moet God allemaal vertrouwen. En binnen 14 dagen, ik heb al gezegd dat ik in één keer vrij was. Ik kan met iedereen praten nou. Ik heb wel doorpraten. Zoveel mensen op het pont waar ik mee praten. En ja, een hele verandering geweest. Ik heb die winterdepressies nooit meer gehad. Ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Dus dankzij die omweg kun je nu je werk op de pont doen? Ja. Ja, nou heb ik echt een hele mooie baan gekregen. Ja. Nou, hartstikke bedankt dat ik met je mee mocht varen. Ja, prima. En ik ga weer verder op pad richting Drachten. Ja. En we zien elkaar aan het einde van de middag vast alweer. Het is mooi weer. Ja, het is genieten. Ja, echt mooi. Okay.
was aan gaat de vinger aan. Nou, even pauze. Ja, lieve mensen, fijn dat je nog steeds meekijkt. Ik ben nu in Smalle E en ik wil even met jullie praten over wat we net hebben gelezen in de Bijbel. Nou, jullie kennen misschien wel het begrip de road movie. Dat is een filmgenre en die laat zien hoe mensen met elkaar een reis maken. Nou, als ik het woord road movie in de krant zie bij een film, nou, dan denk ik vaak dat is niet zo interessant, dat is misschien toch een beetje saai om daarnaar te kijken. Maar goed, als een road movie goed gemaakt is, dan levert dat echt geweldige films op waar je naar kan blijven kijken. Zo'n film is in 1988 gemaakt, een hele tijd geleden, won 6 Oscars in die tijd. Dat was de film Rain Man. In deze film hoort een rijke jup die alleen maar gaat voor het grote geld, na het overlijden van zijn ouders, dat hij nog een broer heeft. Zijn broer is autistisch. En zijn broer die erft alles. En het enige wat deze rijke jup erft is zo ongeveer alleen de kamerplanten. Nou, hij besluit om zijn broer op te zoeken. En als hij bij zijn broer is, dan hoopt hij natuurlijk een beetje verhaal te gaan halen. En samen met zijn broer moet hij terug naar het huis van zijn ouders. Zijn broer die durft niet met het vliegtuig, dus moeten ze minstens 3 dagen met de auto terug naar huis. Nou, op die reis gebeurt iets bijzonders, want hij gaat steeds meer houden van zijn broer. En op een gegeven moment gaat het hem natuurlijk helemaal niet meer om het geld, maar wel om zijn broer. Maar in die tijd dat de film was gemaakt, was er nog heel weinig bekend over autisme. En inmiddels weten we dat er heel veel verschillende soorten autisme zijn. En dat veel autisten ook gelukkig gewoon meedraaien in de samenleving. Alleen, je moet meer tijd en aandacht voor elkaar over hebben. En denk dat zeker mensen met een handicap dat duidelijk maken. Heb tijd, heb aandacht voor mij. En dat geldt natuurlijk voor alle mensen. Wat hebben we allemaal niet? Een tijd en een aandacht nodig. Als ik denk aan mijn jeugd, bijvoorbeeld heel simpel bij het helpen in huis. Hoe mijn moeder me leerde met aardappelschillen en boontjes doppen, de vensterbank afstoffen. Zij kon het vast veel sneller dan dat ik deed. Maar goed, als ze mij niet de tijd had gegeven, had ik het nooit geleerd. En ik hoor haar nog zeggen, wat je doet, moet je goed doen. Nou, dat draag ik mee tot op de dag van vandaag. We hebben uit de Bijbel gelezen over hoe God met de kinderen van Israël meereist. Ja, de kinderen van Israël, wij hebben gewoon gelezen de Israëlieten, maar letterlijk staat er de kinderen van Israël. En dat betekent dat God als een ouder voor hen is, een vader, moeder die met hen meedoet en alle tijd voor hen neemt. Want het eerste wat hij doet met hen aan het begin van de road movie die zij gaan ondernemen met hun Heer, is dat hij hen een omweg laat maken. Dus het eerste wat God deed was de mensen een omweg laten maken. Nou, normaal gesproken lijkt een omweg maken eigenlijk tijdsverspilling. Je doet toch het liefst de allersnelste weg. Als kind, als tiener was het al, ik zat in de brugklas, maakte ik ook wel eens omweg om vervelende dingen te vermijden. Zo fietste ik ook wel eens om toen rare jongens mijn rugzak in de sloot hadden gegooid. Nou, dan koos ik toch liever een andere route om dat te voorkomen. Nou, en de Heer wist dat zijn kinderen, de Israëlieten, een eventuele confrontatie met de Filistijnen die in het gebied woonden, waar de kortste weg doorheen trok, nog niet aankonden. Dus daarom liet de Heer hen een omweg maken. Maar een omweg maken, daar kun je ook een symbool in zien. Want voor een omweg moet je de tijd nemen. En God leren kennen, dat kost tijd. Groeien in een relatie met God, dat kost tijd. En God neemt er alle tijd voor, want Hij heeft de eeuwigheid. Want stel nou dat de Israëlieten bang waren geworden voor de Filistijnen en teruggekeerd waren naar Egypte, waar ze weer slaaf moesten zijn. Dan was alles voor niets geweest. Want het allerbelangrijkste wat de Heer vindt, is dat mensen volkomen vrij zijn. Hij wil niet dat we uit dwang in hem geloven,
Geloven in God, dat moet gebeuren in volledige vrijheid. Liefde kun je immers niet dwingen. En om zelf een keuze te maken, daarvoor, dat moet helemaal uit jezelf komen. Nou, en daarvoor is het heel belangrijk dat er scholen zijn. Ik sta hier aan de achterkant van een school. Want toen Mozes, vlak voordat het volk uiteindelijk op weg ging naar vanuit Egypte, op weg naar het beloofde land, de vrijheid tegemoet, hield Mozes geen enorme toespraken. Het enige wat Mozes zei was: vertel je kinderen alles wat je hebt. Vertel je kinderen alles wat je hebt meegemaakt. En in de tijd van Jezus, vlak nadat Jezus is gestorven en opgestaan, in de tijd van de verwoesting van de Tweede Tempel, toen stichtten de rabbijnen al scholen. De eerste scholen moesten bij ons nog in de 18e, 19e eeuw komen, dat ze echt voor iedereen toegankelijk werden. En zo is er eens een verhaal van rabbijnen die gingen, zeg maar in het jaar 70, 80 in Israël, wilden ze dat er overal leraren kwamen. Toen kwamen ze in een stad en in die stad, daar waren nog geen leraren. En ze haalden de mensen erbij en ze zeiden: waar zijn de mensen die de stad beschermen? Nou, ze haalden de stadswachten erbij. Nee, zeiden de rabbijnen, die stadswachten die verwoesten de stad alleen maar. Waar zijn de mensen die jullie stad beschermen? Wie zijn dat dan? Vroegen de mensen van de stad. Dat zijn de leraren. Want leraren die nemen de tijd voor kinderen, voor tieners en voor alle mensen om hen heen, om in alle rust na te denken over hun relatie met God. Om het geloof in God iets tot iets van jezelf te maken. Eigenlijk horen we in de oproep van de rabbijnen om overal leraren te hebben voor de kinderen van jongs af aan. Een oproep om de tijd te nemen om de Heer te leren kennen, omdat de Heer ook tijd neemt voor ons. Maar we weten allemaal, als je het druk hebt, dan schiet juist zoiets als bijbellezen er heel gauw bij in. Dan sla je dat als eerste over. Maar met elkaar ga je op pad om de Heer beter te leren kennen, om zo ook van binnen sterker te worden. En dat is ook iets wat we net hebben gelezen in die 5 versen die het begin waren van de Road Movie, die de kinderen van Israël ondernamen samen met hun Heer, die als een oude voor hen zorgde. Want eerst moesten ze een omweg maken. En een paar regels verder hebben we gelezen dat zij als een geordend leger Egypte verlieten. Nou, de vertalers van een nieuwe Bijbelvertaling hebben gekozen voor geordend leger, maar eigenlijk staat er strijdvaardig. Zij waren er klaar voor om op weg te gaan. Nou, als wij op weg gaan in het leven, dan kom je van alles tegen. Er zijn inderdaad jongens die je schooltas in de sloot gooien. Er zijn mensen die kwaad doen, van pesters die in het klein begint, tot aan de tirannen waar we nu in onze wereldpolitiek wel steeds meer last van lijken te krijgen. Het kwaad is van klein tot groot overal aanwezig en wij hebben er maar mee te dealen. Maar de Heer neemt tijd voor ons om ons klaar te maken, om toch uiteindelijk met elkaar een wereld te vormen waar vrijheid mag wonen, waar goedheid mag wonen. En alles wat de mensen hebben meegemaakt met de Heer, want later hebben ze een hele lange tocht gemaakt door de woestijn, die wel 40 jaar duurde, hebben ze ontzettend veel van hem geleerd. En uiteindelijk was het de bedoeling dat de mensen alles wat ze leerden zouden schrijven op hun hart. Nou, we hebben de Heer Jezus leren kennen. En Jezus heeft door zijn Heilige Geest alles wat hij heeft gezegd ook, hij wil dat op ons hart schrijven. En we hebben in het boek van Jesaja gelezen dat als uiteindelijk de Heer komt in zijn volle glorie, hij de koning is. En als hij koning is, een rechtvaardige koning, die zal zo'n overwicht hebben dat we als vanzelf naar hem luisteren. Er zal geen kwaad meer wonen, alleen maar goedheid en vrede. Een lammetje zal spelen met een wolf. Ik vind het een prachtig idee, want hoe zal een wereld eruit zien waar geen oorlog meer is?
waar geen boosheid meer is. Waar mensen geen ruzie maken. Waar de wapens allemaal weggedaan zijn. Waar volkomen vrede is. Het is niet onmogelijk, die wereld van vrede waar we over hebben gelezen in het boek Jesaja. Het wordt mogelijk gemaakt door de Heer, die als een ouder over ons waakt, die voor ons de tijd neemt. Laten we ook voor Hem de tijd nemen. Amen. Zo, we zijn weer terug na een rondje fietsen. Het was een leuk avontuur. Ik ga zo de kerk in. Daar is de dienst nog volop bezig. En we gaan nu luisteren naar het lied 657 uit het liedboek Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. Tot zometeen.